individueel was dus Jeroen Dabbedam. Jeroen Dabbedam. 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 Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hinneke met Made en Vliene. We gaan deze keer de maand augustus met jullie behandelen. En jullie zullen waarschijnlijk wel denken, waar zijn jullie nou? Want we zitten niet in de bak, we zijn niet... we zijn ergens heel erg anders, want we zitten bij onze Pipo-wagen. Want we zijn in Texel deze hele week. En daar gaan jullie binnenkort ook de vlogs van zien. We hebben de paarden trouwens mee, by the way. Maar nee, en ik gaan allebei weekvlogs maken van deze week. En ja, dan zien jullie die vanzelf wat terug op ons kanaal. Ja. Oké, dan gaan we als eerst wat actueels doen. En wat was nou het meest actuele in heel augustus? Nou, natuurlijk Olympische Spelen. Waarschijnlijk heeft iedereen het wel gezien en wij gaan jullie even wat dingetjes vertellen over de paardensport van de Olympische Spelen. Ja, de highlights van de Olympische Spelen. Yes. Als eerste, zeg maar bij de openingsceremonie, mocht Jeroen Dubbeldam de vlag dragen. En dat is natuurlijk een hele grote eer, dus toppers voor Jeroen Dubbeldam. Dan iets minder leuks en dat was Theo van de Vendel. Die was gevallen samen met zijn paard tijdens een eventing, noem je dat wedstrijd. Ja. En hij had wel zo'n body protector die helemaal op... zeg maar. En het zag er helemaal niet ernstig uit. Hij liep gewoon verder weg. Maar uiteindelijk bleek dat hij zijn rib had gebroken. Dus dat is natuurlijk echt super vervelend. Ja, dus hij heeft ook later geen plaats in kunnen krijgen. Nee. Dan natuurlijk iets heel vervelends was gebeurd. Was bij Parsifal van Adelinde Cornelissen. Ik weet nog precies dat ik die livestream was aan het kijken. En opeens zaten ze te kijken. En ik keek even de andere kant op. En opeens had ze afgegroet. Dacht echt van, wat is aan de hand? Want het ging echt vet goed. En toen bleek dus dat Parsifal die dag ervoor, twee dagen ervoor, stoken door een beest in zijn kaak. Of in zijn wang. Een spin waarschijnlijk volgens mij. Ja, gewoon een insect uit dat land, zeg maar. En hij heeft helemaal aan het infuus gelegen en helemaal heftige dingen en zo. En toen hebben ze toch groen licht gekregen van de dierenartsen daar om toch deel te nemen. Maar Adelinde vond dat Parsifal toch niet goed genoeg deed of niet lekker liep of wat dan ook. En die heeft toen besloten om midden in de proef gewoon te stoppen uit welzijn van de paard. Dus ik weet wel goed wat. Ja, later heb je echt helemaal dingen op Facebook gekregen van dat ze gewoon nooit had moeten starten en dat soort dingen en zo. Maar ja, maar het zat groen licht gekregen van iemand die er al het verstand van heeft. Ja, dus tuurlijk start je dan. En bedoel, je bent daar op de Olympische Spelen. Ja, en tuurlijk start je. Dat snap ik echt wel. En ik vind dan knap van haar dat ze dan heeft afgegroeid en niet is doorgegaan, zeg maar. Ja, precies. Dus ja, gewoon goed gedaan. Yes. Bij de prijsuitreiking van het dressuur ging er een paard stijgeren. En omdat het paard aan het stijgeren was, werd de groom van Engeland, kreeg zeg maar een been tegen zijn hoofd aan en heeft toen een gat in zijn hoofd gekregen. Dus ja. Ja, en wat vinden jullie nou? Moet hier zo van niks aan gedaan worden? Moeten de grooms bijvoorbeeld een cap op? Of moeten de paarden niet aanwezig zijn tijdens de medailleuitreiking? Door al het applaus en zo. Dat wordt heel druk. Het is wel logisch dat zo'n paard een beetje gek wordt. Ja, dus ze zeiden wel dat paard het nog nooit had gedaan. Maar ja, dat zeggen ze altijd. Ja. Maar ik denk dan eerder dat de groom dan bijvoorbeeld een cap op moet. Want ik vind jij dat wel mooi te zien tijdens een prijsuitreiking. Ja. Dat ze dan die lintjes om hebben. En dat ze dan zo'n ereronde door de bak heen galopperen en zo. Ja, het ziet er best wel gek uit, denk ik. Als zo'n groom zo ernaast met zo'n cap op. Ja, maar het is op zich wel. Ja, een gat in je hoofd. Liever een cap dan een gat in je hoofd. Ja. Laat even weten in de reacties wat jouw oplossing is. Yes. Er is een kleine, nou ja, eigenlijk een groot dingetje aan de hand in de Olympische wereld. Ze willen namelijk de paardensport uit de Olympische sporten, zeg maar, halen. En de Paardensportbond is natuurlijk daar niet mee eens. En die heeft toen iets bedacht, een campagne. Hashtag Two Hearts. Dus twee hart, zeg maar, van ja, de ruiter en het paard. En er moest zoveel mogelijk gedeeld worden op social media om te laten zien dat wij zo van steun hebben. En wij willen dat de paardensport blijft bestaan op de Olympische Spelen. Maar we vonden dit toch wel een soort van belangrijk om te vertellen. Omdat het natuurlijk al een dingetje is geweest. Maar ik vind persoonlijk dat ze, van mij zouden ze best de Olympische Spelen, tussen de paardensport uit de Olympische Spelen mogen schrappen. Want kijk, tuurlijk is het vervelend. Het is echt leuk om daar met paarden naartoe te gaan in de Olympische Spelen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de wereldkampioenschappen en zo. En dat heb je natuurlijk bij elke sport. Maar het is gewoon meer mensen die echt een talent hebben. Die komen uiteindelijk wel op de Olympische Spelen met heel hard trainen en alles en zo. En bij de paardensport moet je eigenlijk gewoon geld hebben om daar te kunnen komen. Tuurlijk, je moet zelf goed kunnen paardrijden en je moet een goed paard hebben en je moet jezelf opleiden, je moet een team worden, alles en zo. Een goed paard is heel duur, zeg maar. Ja, en je hebt sponsors nodig en om er te komen is vet duur. En zeg maar, als je echt alleen maar kijkt naar de Olympische Spelen, moeten mensen kunnen komen met talent, dan zeg ik nee, dan hoort de paardensport er niet tussen, want daar komen mensen met veel geld. Maar ja, natuurlijk is het jammer, dus het is een beetje lastig. Ja, het is wel een beetje dubbel, zeg maar, want het is natuurlijk super leuk om, het hoort er ook alweer bij, maar inderdaad met dat geld inderdaad, je kan er inderdaad niet komen als je niet. En aan de andere kant wel, als je heel erg goed bent, dan heb je vaak ook wel geld. Maar ja, ik weet niet. Maar namelijk, kijk bijvoorbeeld een kind uit een of ander random dorpje, die vet goed blijkt te zijn in turnen, in atletiek of zo, weet je wel. Die komt er wel. Ja, klopt. Want die is vet goed en die wordt gescout en weet je wel, die komt er wel. Maar
als iemand goed op een manege blijkt te zijn, die komt niet verder omdat de ouders bijvoorbeeld geen geld hebben om een paard voor te kopen of zo. Ja, ook echt. Dus dat is een beetje het lastige. Laat ook even in de reacties weten. En dan vond het wel leuk om jullie nog eventjes dit hele klassement, zo noemen we dat, hè? Ja, klassement. De plaatsingen van alle Nederlandse ruiters die meededen met de Olympische Spelen om eventjes gewoon op een rijtje te zetten. Ja, ik wil even zeggen dat het ontzettend moeilijk was om dit te vinden. We doen natuurlijk, Hinneke nu al voor de 8e keer. We hebben nog nooit zoveel moeite gehad met iets op te zoeken. Ja, echt. Wij dachten, je vindt al gewoon zo'n schemaatje waar alles in zit of zo, maar echt nergens. Nee, echt nergens was iets te vinden. Dus we hebben ook niet alles. We hebben niet alles en we weten ook niet zeker of alles echt klopt. Dus als het iets niet klopt, laat het even in de reacties weten. Ja, precies. Maar het was erg moeilijk. Ja. Oké, in de dressuur is op de 13e plek Diederik van Zilfhout geëindigd. Op de 9e plek Hans-Peter Minderhout. En ja, Adeline Cornelissen die is niet geëindigd. Die is gewoon afgegroet. Dus die heeft geen plaatsing gekregen. En op de 19e plek is Edward van Gaal geëindigd. En het Nederlandse team is als 4e geëindigd. En ze had natuurlijk ook geen reserve mee. Dus niemand die kon Adeline vervangen. Dat was wel nog een dingetje inderdaad. Hè? Dat de Nederlandse reserves hebben er zelf voor gekozen om niet mee te gaan. Hè? Ja. Omdat ze dat... Aan de ene kant is het vet stom. Want dan moet je maar gewoon niet meedoen als je geen reserve wil worden. Maar ik zou als reserve ook niet meegaan hoor. Want ik zou echt denken van ja, dan ga je daarheen. Maar dan hoef je daar waarschijnlijk niet eens te rijden. Nee, maar ja, er is toch wel dus een kans. Ja, er is wel, ja, blijkbaar wel. Ja, ook een hele goede kans van niet. Maar bij het springen was er ook, is ook omdat iemand niet verder ging, is ook een reserve ingezet. Ja. Die was wel meegegaan. Ja. Maar bij de zuur geen één, toch? Nee, dacht ik. Nee, maar het kan ook wel snappen. Het kost echt gigantisch veel geld. Ik hoorde ergens dat iets van 30.000 euro kostte. En het lijkt me ook niet heel erg chill om daar met je paard in een vliegtuig te gaan, sorry hoor. Ik vond een boot al heftig. Nou, vliegtuig, ga op zeg. Nou, met springen heb je natuurlijk ook individueel en team. En met team zijn ze laatste gedeelde plaats geworden met Zweden. Dat is echt vet zonde, want ze zouden eigenlijk heel erg goed kans kunnen maken op brons. Maar toen de laatste ronde hadden ze opeens 12 strafpunten. Toen zakten we in één keer naar de 18e plek. Individueel was dus Jeroen Dubbeldam is dus 10e geworden. Harry Smolders en Jur Vrieling die hebben allebei geen plaatsing. Omdat Jur Vrieling was bij zijn eerste rondje. Volgens mij heeft hij toen zijn paard een paar tikken verkocht. En die werd toen uitgesloten. Dus die had volgens mij geen plaatsing meer. En Harry Smolders die wilde niet meedoen aan de tweede manche. Uit voorzorg voor zijn paard. Qua gezondheid zeg maar. We weten dus niet precies. Ja, deze verhalen hebben we gehoord. Maar we weten dus niet precies of ze nou uiteindelijk alsnog een plaatsing hebben gekregen. Omdat het dus niet te vinden was. Ja. Maar ja, dan weten jullie in ieder geval dat het zo is. En Michael van der Vleuten, die had dus wel een plaatsing. Maar we hebben het echt nergens kunnen vinden hoeveel die geworden is. Dus hij is iets geworden, maar we weten niet wat. In de eventing hebben we het iets beter gedaan met de landenwedstrijd. Zijn we namelijk 60 geworden. En individueel is Merel Blom 19e geworden. Tim Lips is 21ste geworden. Alice Naber-Lozeman is 32ste geworden. En Theo van der Velde van de Vendel is dus uitgesloten wegens die val die we eerder hebben verteld. Ja. Oké, dan gaan we nu even verder met de andere actuele dingen die we voor jullie hebben verzameld. En dan beginnen we als eerst met het meest mishandelde paardenras ter wereld eigenlijk. Dat is de Tennessee Walking Horse. En ze zijn zo mishandeld omdat ze onder hun hoeven krijgen ze gewichtjes, plateaus, dingen. Het heet stacks. Stacks noemen ze het. En als ze dan wedstrijden gaan doen, halen ze het eraf. En omdat dan het gewicht eraf gaat, gaan die paarden de benen heel erg hoog optillen. En dat vinden mensen mooi. Maar er is nu een Europese man, denk ik. Of vrouw. Of vrouw. Dus in ieder geval iemand uit Europa die is nu een petitie gestart, denk ik of zo. Ja, of rechtszaak of iets. Ja, dus die wil dat laten verbieden. Afschaffen. Ja. En maar op zich, iedereen is er wel op tegen, lijkt me. Maar het is gewoon omdat het echt zo'n groep mensen is die dat doen. Ja, is het gewoon lastig of zo. Ja, maar... En het duurt ook 60 dagen tot het proces is door wordt gezet, van die rechtszaak. Ja, zoiets. En dan gaat het echt een heel lang proces worden in ieder geval. Ja, maar wel goed dat iemand zich ervoor inzet. Ja, eindelijk. In Engeland is er iets vet raars gebeurd. Namelijk tijdens de Great Yorkshire Show was er een Horse of the Year show. Waarmee ponies moesten meedoen van onder de 1,28 meter. Daar moeten die ruiters dan iets doen. Wedstrijd of show of iets. En toen is er aan 8 mensen gevraagd of ze van hun paard wilden afstappen. Omdat ze te zwaar of te groot waren. Er is namelijk een reglement dat je de ruiter maar 20% van de kilo's mag zijn van wat dat paard is. En dat werd dus bij 8 mensen overschreden. En sommige mensen die proberen een beetje sneaky te zijn om hun paard dikker te laten worden. Zodat het paard zwaarder weegt. Zodat de volwassen persoon er nog op kan. En een volwassen man die was er een beetje tegen. Die zei van ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan maar een kind erop laten zetten dat er ongelukken gebeuren? Nou, dat is natuurlijk een beetje bullshit. Want dan moet je maar gewoon niet meedoen of je paard beter trainen of iets. Maar wel echt vet goed dat ze daar tegen zijn gegaan. Dat ze niet die mensen door laten rijden. Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook echt niet kunnen. Zielig voor die ponnetjes.
Marley is laatst gewogen op 474 kilo. Even afronden naar 450 kilo. 10% daarvan is natuurlijk 45 kilo, dus 20% is 90 kilo. Ik zit echt nog ver onder die 90 kilo, dus zo kan je het een beetje doen. Dat bijvoorbeeld iemand van 100 kilo op Marley gaat rijden, dat is een beetje raar natuurlijk. Ja. Ieder jaar wordt er in Mongolië een wedstrijd georganiseerd. Het heet de Mongol Derby. En dat is een wedstrijd, ja, een beetje een aparte soort wedstrijd. Dat kenden wij eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik ken het eerst ook helemaal niet. Dat zeg maar, je moet zeg maar een route afleggen door de Mongolische steppen van 1000 kilometer. En dan krijg je zeg maar een paard. Ja, eigenlijk een wild horse, echt een wild paard. Je moet alles zelf meenemen. Je moet gewoon binnen een week tijd, volgens mij ongeveer. Ik weet niet hoeveel dagen precies. Nee, iets van 9 dagen, volgens mij. Nee, ik weet het niet precies, want ze moest ook iets van 40 kilometer per dag doen. Ja, ongeveer 40 kilometer per dag moet je dan rijden. Op dus zo'n crazy horse, gewoon zo'n paard die helemaal gek is. Al je spullen meenemen en je moet gewoon zien te overleven. Dus je moet ook eten en gewoon drinken uit, weet ik het allemaal. En dus dat is geweest in Mongolië. Ja, en er deed een Nederlander aan mee, maar voor de rest weten we er niet zo over. Nee. In Nederland is er iets heel grappigs gebeurd. Er is namelijk een hertje overgestoken op de snelweg. Het was een babyhertje. En die heeft zich in een groep paarden gevestigd. En in het begin moesten de paarden helemaal niks van het hertje hebben. Maar na een paar dagen hebben ze hem in hun hart gesloten. Zoals in het artikel staat. En is het hertje echt gewoon paard of de kudde. En het is echt vet schattig. Want je ziet gewoon een groep paarden en een hertje. En heel veel mensen dachten eerst dat het een veulentje was. En het trekt nu echt heel veel bekijks en zo. Dus ze laten hem ook gewoon lekker staan. Maar straks als de paarden weer in de winter op stal gaan, zitten we nu even te overleggen met een boswachter en een veearts wat ze met het hertje moeten gaan doen. En kijken of ze hem terug kunnen krijgen in zijn natuurlijke leefomgeving. En er is een video bij, dus die laten we ook nog even zien. Normaal gesproken zouden we nu de celebs gaan behandelen, maar omdat we eigenlijk helemaal geen celebs hebben, gaan we meteen door. Gaan we meteen door naar de uitvindingen. En op zich, de celebs zijn ook al een beetje Olympische Spelen en zo. We hebben vet veel Olympische Spelen dingen, dus we gaan gewoon door naar de uitvindingen. Nou, de eerste uitvinding is echt best wel handig, want je weet al, je kan van dat soort dingen kopen bij de paardensport, waar je dan bij de paardensport, bij de ruiterwinkel. En doe je dan zeep en water in, dan kan je de voetjes borstelen. Maar die dingen zijn eigenlijk best wel duur. Dus je kan beter gewoon een normale afwasborstel kopen, gewoon bij de Action of zo. En doe je daar ook gewoon zeep en water in. En dan kan je zo de voetjes van je paard borstelen. Ja. En hier even een foto van wat we precies bedoelen. En die dingen kan je echt overal kopen en super cheap. Nou, iemand is nu echt met een soort uitvinding gekomen, namelijk de SafeStick. Het is gewoon iets wat je aan je zweep kan vastmaken en bevestigen, zodat weggebruikers kunnen zien wat ze moeten doen als ze langs jouw paard gaan. Heel vaak als jij natuurlijk met je paard aan het buitenrijden bent, dan chase er opeens een auto voorbij en dan kan je paard van schrikken. Nu heeft iemand dus iets gevonden dat een soort van een bord van pas op of iets aan je zweep kan hangen. Nou, je bent natuurlijk altijd aan de rechterkant van de weg aan het rijden meestal. En dan heb je hier zo aan deze kant dan je zweep hangen om je, de mensen op afstand te houden, zeg maar. En nu heeft iemand dus bedacht dat je een soort van gevarendriehoekje aan die zweep kan bevestigen. Het is echt vet licht. En dan kan je die bijvoorbeeld uitsteken als er een auto te hard aankomt om dan te zeggen van joh, langzamer, want dan kan mijn paard van schrikken. Ik vind aan de ene kant wel een goede bedoeling hebben, zeg maar ik zou het nooit zelf kopen. Nee, ik sowieso niet. Mijn paard schrikt toch nergens van. Nee, maar het lijkt me ook niet heel erg handig verder. Want als je buiten bent of zo, je moet dan. Ja, dat ding hangt er elke keer aan. Daar kun je paard toch ook van schrikken, lijkt mij dan tenminste. Ja, dan misschien bent hij er maar aan. Maar het lijkt me gewoon vervelend. Ik ga buiten het ook. Ik moet even dat ding aan mijn zweep maken. Ja, en dan gewoon. Dus. Nee. Maar voor mensen die het nodig hebben, als hun paard inderdaad af en toe vervelend is. Ja. Als je even langs een weg moet en daarna op in het bos bent. En paard is toch bang voor auto's, dan is het wel echt super handig. Ja. Dus, of je hebt inderdaad of een weg waar het soort van altijd gebeurt. Want ik heb nou niet echt dat ik vaak langs een weg kom dat vaak gebeurt, zeg maar. Ja. Dan is het misschien wel goed. Ja, ik kom sowieso niet echt langs de weg, dus dat scheelt. Maar als dan. Ja, dan is het fijn. Nou, zijn we bij de evenementen aangekomen. En welk evenement is nou het evenement van september? Horse Event. Van het jaar. Van het jaar eigenlijk. Dan heb je natuurlijk Horse Event. Dit wordt op 19 en 11 september gehouden in Ermelo. En wij zijn ook aanwezig. Ik ben dan namens de Penny. In de Pennypiste kom ik elke 3 dagen een show geven. 2 op vrijdag, 2 op zaterdag en 2 op zondag. En ik doe ook nog 2 modeshows ergens tussendoor. Wil je precies de tijden weten? Kijk dan even naar mijn video van wij zijn weer op Horse Event. En dan vertel ik je daar precies de tijden en de meet and greet. En wat we gaan doen en alles en zo. En Madé gaat mee als mijn groom. Dus die is er ook alle 3 dagen bij. Die zullen mij ook wel ergens vinden. Ja. Dus die is er ook gezellig bij. En ja, natuurlijk Horse Event is voor de rest hartstikke leuk om gewoon naartoe te gaan. Ja. Ik bedoel, wie kent Horse Event niet? En dat is echt gewoon, daar kan je gewoon heen voor alle evenementen die we zo terug gaan op. Je kan echt alles vinden daar gewoon. Ja. Oh ja, en ik moet nog even zeggen, Horse Event tickets zijn best wel duur om te kopen. Ze zijn iets van €32 of zo. Maar er zijn altijd overal wel kortingen te vinden. Bijvoorbeeld als je lid bent van de KNS heb je korting. En volgens mij heeft de BID en dat soort dingen ook allemaal korting. Paardenplaats heeft ook korting. Volgens mij hadden Eva en Jesse ook korting. En de Penny heeft bijvoorbeeld, die geeft een goodiebag te waarde van €15 weg. Dus dat, weet je, dan heb je ook een soort van €15 korting. Mm. Dus dat, je moet gewoon even goed zoeken, want het zijn best wel duur. Dat kunnen we prima begrijpen. Maar overal geven ze korting, Dus
niet gaan als je... Dus het is geen smoesje als het te duur nee, is. Nee, gewoon komen. We gaan verder even snel door de evenementen heen. Want als je er meer over wil weten, kan je gewoon even naar paardenevenementen.nl gaan. En dan is er op 4 september het evenement Paard en Erfgoed. Op 8 september is het Outdoor Brabant. Op 16 september is het Achterhoeks Hibische... Hippies. Hippies bestijn. En op 17 september is het Polo and Country Fair. Ja. En voor meer informatie even naar paardenevenementen.nl. En dan zijn we nu bij Uiterlicht aangekomen. We hebben deze keer weer 2 Instagram accounts voor jullie. En een Facebookpagina en ook nog een website. Maar daar vertel ik als laatste meer over. Als Facebookpagina hebben we Happy Appy. Dat is echt een geniaal Facebookpagina. Het is niet super boeiend of zo. Maar het zijn super schattige tekeningetjes van een Appaloosa. En allemaal andere paardjes. En het is gewoon echt vet schattig. Ja. Ik stuurde hem zo naar mijn DM en dacht, oh my god, wat cute. Dus die in ieder geval als Facebookpagina. Zullen we wel even de link hier zo plaatsen. En dan hebben we als Instagram account Wild Spots. We waren een beetje op zoek zeg maar, naar iemand en toen kwamen we deze tegen. En ja, dat is gewoon een meisje van 15 of zo die een Appaloosa heeft. En ze zijn gewoon vet leuk samen en het ziet er gewoon super leuk uit. En ze heeft ook zo'n zus volgens mij. Ze gaan vaak ook samen met paarden en zo. Ze heeft echt vet veel foto's ook. Ja, maar het is echt zo leuk. Ik hou sowieso van Appaloosa's natuurlijk. Dus die foto's zijn echt super leuk. En dan hebben we als tweede Instagram account Maddie kennen. En dat is een fotografie account met allemaal vet mooie paardenfoto's. En ja, gewoon echt even een kijkje waard. Ja, het zijn echt super mooi. Ja. En dan heb ik nog een hele leuke mededeling dat ik mijn eigen website ga beginnen. En ik ben nog heel erg bezig met mijn website. Ik kan jullie alvast een naam geven. Het is gewoon vlienhooi.nl. Vlienhooi.com werkt ook, dus die gaat zeg maar tegelijkertijd naar vlienhooi.nl. Hier komen heel veel leuke dingen op te staan. Ja, ja, ik ben ermee bezig, dus hij staat nog niet online. Dus als je er nu gaat zoeken, dan kan je nog niks vinden. Maar binnenkort komt hij eraan. En er komen bijvoorbeeld ook dingen op te staan. Ja, video's van ja, bedrijfsfilms die ik maak, zeg maar. Als een soort van portfolio. Er komen weekjes over te staan. Ik wil ook met merchandise gaan komen, dat daar een soort van webshop op komt. Ik wil dan een soort van agenda al bijhouden, van dat je kan zien wanneer ik naar welk evenement toe ga of naar waar ik mijn wedstrijd heb, zodat mensen dat kunnen bijhouden. Ik hoor namelijk heel vaak van, oh, als ik eerder had geweten dat je daar was, dan kwam ik wel even kijken of iets. Dus nou, dan kan je op die website dan zien. En ik wil iets heel leuks gaan toevoegen, bijvoorbeeld iets van een nieuwsbrief, dat mensen daarop kunnen abonneren. En dat bijvoorbeeld inderdaad die evenementen of andere leuke nieuwtjes of een uitgelichte video of hinneken of weet ik veel wat, wat er in die nieuwsbrief gaat komen. Dat je daarop kan abonneren en dat je die dan elke maand gewoon in je e-mail krijgt. Maar daar ben ik dus nu mee bezig. Dus dat, ik zal even op Instagram of YouTube of zo iets laten weten als dat allemaal al klaar is. Dan gaan we nu verder met de bloopers. En we hebben niet echt een aparte blooper, maar we hebben gewoon samen een blooper. Yeah. Want wij zijn nu op vakantie in Texel. En ja, om ergens heen te gaan op vakantie heb je een trailer nodig. Vrienden heeft een trailer, maar dat is een eenpaard trailer. En we hadden een tweepaard trailer nodig. Alleen, we waren een beetje laat hiermee. We hebben deze vakantie zeg maar al in januari geboekt. En we dachten dat de trailer die komt wel. Dus we hebben echt zeg maar bijna de dag van tevoren een trailer gefixt. Ja, we hebben de dag van tevoren een trailer gefixt. En uiteindelijk hebben we hem vanaf de boerderij waar ik vroeger met Marley stond, hebben we hem geleend. Het is ook nog een beetje een struggle, want je moet gaan kijken waar je de trailer huurt. Omdat mijn auto, zeg maar, of het is mijn vaders auto, die kan hem trekken. En ik mag wel mijn eigen trailer trekken, maar ik mag geen tweepaards trailer trekken. Want dan is al gezeik met rijbewijs en zo. Dus het was ook nog van, je moet niet een trailer in Ede gaan huren, want dan moet je vanuit Rotterdam naar Ede rijden en dan naar Texel toe en dan weer terug naar Ede en dan weer naar, weet je wel, ja. Dat is echt heel veel gezeik. Dus we moesten eigenlijk een trailer zien te vinden die dan, ja, dicht bij de vadershuis. Ja, daarom. Daarom was het een beetje lastig met een trailer zoeken. Maar we hebben echt serieus de dag van tevoren hebben hem kunnen vinden. Ja. Dus heel gelukkig dat we eentje hebben gevonden nog. Want we moesten gaan lopen. Ja, niet zo. We zijn door de zee. De poe is niet erg gevonden, denk ik. De water ratten. En dit was eigenlijk Hinnik weer voor deze keer. Wat er nu aankomt zijn natuurlijk weer de bloopers die we voor jullie hebben verzameld afgelopen maand. En ja, dat was het eigenlijk. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende Hinnik. Doei! Oh,
Thank you.